moet daar heen. Ik heb altijd een broek over zwek gewold. En toen ben ik eigenlijk al mijn heen gegaan en toen ben ik alleen met jou toe gegaan. Ja, ik heb dat ook altijd wel. Ja. Moet je nog eens het aan? Als je wil. Moet je daar een keer op je dan bent. En dat kan, als je dat wil, dan kom ik wel een keer om. Natuurlijk, ja, dat is altijd. Doe even een keer contact leggen. Mijn nummer staat erop. Ja, en we hebben hier zo aan tafel hebben wij onze volgende gast zitten. En die heet Benno van Vught. Goedemiddag, Benno. Een hele goede middag. Hoe is het, jongen? Ja, hard werken, zo blijven weinig verdienen. Ja, dat is het dat is algemeen bekend hier zo in Nederland, hè? Toch? Ja, dat wil ik niet. Maar Chloris houden het langs vol, dus dat is een Chloris gebied. Ja, als oma zei altijd, Chloris geen noot en Zwitsers geen brood. Dat bedoel ik. Ja, ja. Dat komt er vaak uit, hè? Dat is ook gewoon zo. Ja. 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 Goed, maar Benno, sinds ik jou ken, is het leven wel een heel klein beetje veranderd, toch? Hè? Zou dat? Ja, een klein beetje. Heel klein beetje. Maar goed, Benno. Hoe lang ken ik hem? Hoe lang ken ik jou? Een goed jaar nou, denk ik, hè? Ja, nee, ja. Zo ongeveer. Ja, dat ongeveer wel. Zo ongeveer. En dan is er al veel veranderd. Oh, toch niet aan mijn kant. Ja. Ja, voor jou wel. Voor jou is er heel veel veranderd. Ja, ja, het afgelopen jaar is er best veel veranderd, ja. Ja. Ja, zeer zeker. Ups en downs. Hè? Ja. Ja, maar ja. Dat iedereen. Ja, ja. Dus. Ups en downs, inderdaad. Ja. Maar goed, laten we die downs eens vergeten. Want, dat moet ook. Ja, dat want, moet altijd positief blijven denken en gewoon lekker doorgaan. Ja, want het afgelopen jaar was inderdaad niet altijd even rooskleurig, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar daar probeer ik zoveel min mogelijk aan te denken. Nou, ja, daar ben ik weer een beetje tegen hoe, hè. Dat weet je, hè. Ik ben altijd tegen hoe, hè. Ja, meestal kijk, wel, hè. Je moet ook aan de slechte dingen denken. Dan worden meer man. Ja, dat is ook zeg zo. Zeg ik altijd. Ja, ja, en die slechte dingen die heb ik best wel gehad. Dan leerde ook heel veel mensen mee kennen. Ja. En je wordt een beetje harder deur. Ja. Dus, en dan is dat ook weer een goede kant van de slechte kant. Ja. Zo kun je het ook zien. Ja, en dat, je kunt niet altijd het slechte denken. Je moet ook aan het goede denken. Dat is inderdaad waar, Benno, dat is waar. Ja. Nou goed, maar laten we het even voor wat het is en die slechte dingen. Want we gaan dat uit de toekomst. daar zitten we in ieder geval. Benno, luister, je hebt de muziek. Hoe ben je daarin terecht gekomen? Dat is mijn vriendin zijn schuld. Och god toch. Altijd hetzelfde, hè? Ja, is dat zo? Ja. Mijn vriendin maakt handtasjes van lipjes van blikjes. Ja, en een 0-0 staat ze te tikken op de tafel. En ik zit van, voor jou ga ik een plaat maken. En zo gezegd, zo gedaan. Dus ik was eerst door Ton Dinges van de Gebroeders Co gegaan. Mm-hmm. Maar die had geen tijd. Die stuurde me deur naar André Kooijman. En André Kooijman had de plaat klaar in 2 weken. Mm-hmm. En dat werd een hit. Ja. Ik wil het lipje van je blikje zijn. Ja. Ja, en we moeten dan, als het een hit wordt. Ja. Dan verwacht ze ook een volgende. Dan verwacht ze van een volgende. En die volgende werd ook een hit. En dat werd ook een hit. En dat werd ook een hit. Ja. En toen had ik in één keer 2 hitjes. En toen had ik 2 hitjes. Ja. Dus. Maar die hit dus van die lipjes van de blikjes, dat was al gelijk. En in aardige aandacht, had je dat zelf al verwacht dan? Nou, verwacht. Het ligt goed in de oren, hè. Het is... Kijk, iedereen die een beetje van muziek houdt, die kan wel horen of dat er een succes in zit of niet. Hè? Dus of ga je iets van Bach of dinges, dan moet het bij Radio 4 zijn, want dan wordt er hier bij deze radiostations niks. Nee, dat wordt helemaal niks. Dus dan, die komen niet in die top 100 of niet op te verwachten. Nee. Doe jij een feestnummer, dan heb je veel meer kans als dat jij een heel saai nummer. Hè? Kijk, ik kan een heel serieus nummer zingen, maar... Dan, ja, de mensen houden van feesten. En als je dat wordt er gedraaid en dan moet het van hebben. Ja. En toen werd dat niet. En wat zei jouw vriendin dan? Toen? Van God, vreed idioot? Ja, zoiets. Zoiets. Maar het was wel leuk. Goed. Ja, het was wel leuk. Ja, het was wel leuk. Ja. Jij hebt niks bij je bent het helemaal vergeten, maar goed. Maar ik zie jou dolk, ik krijg dolk dan met die cd, jongen. Ja, niet huilen, hè? Ik huil niet. Maar wij hebben alles natuurlijk, wij maken goede huiswerk, dus we hebben alles bij ons. Oh ja. Dus ook die lipjes van Blikske. Ja, dat is al heel veel werd. Ja. Maar die hadden wel op zegel. In feite hebben we alles op zegel. Ja, want die hadden van mijn allemaal gehad. Dus. Allemaal? Ja. Dus we gaan eens luisteren naar jou.
allereerste geboorte heeft. Dat is goed, joh.